Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Zoals ik het al net aangaf, maak ik contact met Paramaribo en dan heb ik daar mijn, ik mag inmiddels wel zeggen, mijn correspondent Ellen Sleur. Van Waka, wie ben je? Ja, gaat heel goed, Ray. En het is leuk ook om correspondent genoemd te worden, want ik breng inderdaad zoveel zaken naar buiten dat ik me echt op een gegeven moment wel een beetje journalist begin te voelen. Ja, we hebben dat ook nodig, hè. En vooral de vakterm journalist. Laten we daar maar niet te veel over zeggen momenteel. Nee, klopt. Daar valt heel veel aan te sleutelen hier in Suriname. Met alle respect voor degenen die het wel goed doen. Maar er is weinig onderzoeksjournalisme hier in Suriname. En je ziet je soms de vraag van hoe kan dat? Maar goed. Ik ben blij dat we contact maken. Inmiddels heb ik gisteren naar het journaal zitten kijken. En dan zie ik Suriname in nood. Suriname vraagt om steun voor de vaccinatie. Want Suriname is failliet. En dat staat haaks tegenover een beetje een fragment. Of tenminste een documentaire wat een paar weken geleden was verschenen op het journaal hier. Waarbij er dus miljoenen en miljarden uit de bossen weggedragen worden. Dat staat een beetje haaks tegenover elkaar, toch? Klopt, dat is dus ook een van mijn grootste problemen. Ook in mijn argumentatie naar mensen hiertoe. Want vele mensen die vinden het goed waarmee ik bezig ben. Om die misstanden, die corruptie en het leegroven van onze bossen aan de kaak te stellen. Maar ik krijg ook mensen tegenover mij die vinden van ja, waar bemoei je je mee? En het is voor de ontwikkeling van ons land. Maar ja, dan vraag ik ook af van waar staat Suriname na al die ontwikkeling van jullie? Ik bedoel, hebben twee grote goudbedrijven hier, IAM Gold en Newmont. Er worden miljarden en miljarden uit de grond gehaald. We hebben ons heel bos is soort uitgegeven in houtconcessies. En er wordt zoveel hout weggedragen. Er zijn tienduizenden buitenlanders van Brazilianen, Chinezen, Maleisiërs, Filipino's, Guyanezen zijn in onze bossen bezig. Wat voor ontwikkeling is dat voor Suriname? Dus we zijn op dit ogenblik gewoon een van de armste landen van dit continent. En dat zal ook zo blijven zolang we met dit wanbeleid bezig zijn. Ja, het is heel triest als je ziet van dat de gemiddelde Suriname niet doorheeft dat ons land gewoon leeggeroofd wordt. Nee, ik kan me ook wel voorstellen dat ze hele andere dingen aan hun hoofd hebben. Maar ik bedoel, de oplossing ligt onder je neus, maar je ziet het niet, zeg maar. Ik keek gisteren naar een mediaprogramma uit Suriname. En dan die beste man vertelde van ja, in Europa hebben ze vroeger ook de bossen bewerkt, ontgint. Voor die argumenten die je gaat horen. Ze hebben tenminste hun bossen misschien gerooid. En ze hebben er geld aan overgehouden. Kijk, dat wil ik zeggen. Dus die beste man zegt van ja, zo hebben ze hun landen ontwikkeld. En toen dacht ik bij mijn eigen, ja prima, het is leuk dat je dat als voorbeeld aanhaalt. Maar als jij de bossen laat wegdragen, doe maar op. Dat is geen ontwikkeling. Dat is verkrachting van je bos. Dus ja, dan moeten we dan contact maken met Noorwegen. Want Noorwegen die wil wel eens geld geven ter bescherming voor bossen. En doe maar. Werkt het niet. Zo werkt het niet, toch? De Noren ook al zouden ze het geld hebben, ze zijn niet op hun achterhoofd gevallen, toch? Van ja, aan de ene kant laat je alles wegschouwen door onder andere Chinezen en dan ga je bij ons aankloppen. De Noren hebben toch ook satellietbeelden? Die kunnen toch ook zien hoe onze bossen verkracht worden? Die gaan geen geld geven aan een land dat geen respect heeft voor haar natuur. En we hebben natuurlijk, we kennen al die mooie propagandabeelden van Suriname 93%. Er zijn zelfs filmpjes online met 98%. Wie gelooft die onzin nog? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die het geloven, omdat het vaak ook vanuit de overheid komt. En vaak wat de overheid verkondigt, wordt automatisch geloofd bij vele mensen. Want de overheid is gewoon, zij zijn de autoriteit, zij moeten het wel weten. Maar zo werkt het niet. Ik bedoel, we zien dat ook misschien in mindere mate, maar we zien dat ook in die soort ontwikkelde landen waarbij de overheid vaak een misleidend beeld geeft van wat er in de landen gebeurt. We zien dat ook in Nederland. Kijk dat met die stikstofaffaire. Absoluut. Ik bedoel, jarenlang is er een misleiding geweest over de hoeveelheid stikstof die geproduceerd is.
verdragen die Nederland zou moeten aanhouden om stikstof terug te dringen in verband met allerlei milieugevolgen. Maar dat hebben ze niet gedaan, omdat de economie, de werkgelegenheid, alles heeft voorrang op het milieu. En hier zou je denken van, dat weten we. Je zou denken van, ik kan me voorstellen dus dat mensen denken van, de economie is heel belangrijk. Maar wij zien hier op geen enkele wijze dus dat de economie profijt heeft. De staatskas van Suriname heeft totaal geen profijt bij al die ontwikkelingen, de zogenaamde ontwikkelingen in ons binnenland. Nee, dus sterker nog, de staatskas is leeg en het geplunder gaat maar door daar in de bossen. Het is leeg, het staat diep in het rood. 4 miljard staan we in het rood, snap je? Dus het staat ver in de min. En dat dringt niet door bij de mensen. En er zijn nog steeds mensen van de vorige regering. En ook deze regering zie ik hele duidelijke fouten maken. Maar de vorige regering heeft 10 jaren lang de gelegenheid gehad om ons land zogenaamd te ontwikkelen. Dat hebben ze ook hardop geroepen. Maar we zien gewoon van dat ons land in die jaren gewoon leeg geroofd is. En toch zijn er nog mensen die achter die vorige regering staan. En ja, het is en we blijven maar corrupte politici kiezen die ons land blijven leegroven. Want de huidige regering blijkt een en al aan leegroof te denken. Ja, want als en nu ik, wordt als er ik, een minister ik, hier, mevrouw Pocky, die wordt op de schopstoel gezet, omdat zij blijkbaar geen concessies wil uitgeven aan de broer van onze vice-president. Ja, maar dat horen natuurlijk in de wandelgangen, maar nou we het toch eenmaal erover hebben. Hoe serieus is dat, Erlang? Nou, het is heel serieus. Ze is al eigenlijk ze is al in feite ontslagen. Per 16 juli is zij geen minister meer. Dus het is heel serieus. Maar zij weigerde toch eigenlijk om die concessies uit te geven? Of begreep maar ik nu, het niet goed? Omdat zij weigert en ook omdat blijkbaar er ook een vies spelletje, want je weet dat er enkele weken terug zijn er 100 containers met hout illegaal gekapt, illegaal getransporteerd, illegaal in containers verzegeld, klaar voor de verzending naar China. Ja, hoe kan dat? Hoe kan het in hemelsnaam illegaal en verzegeld en al kant en klaar staat klaar? Oké, en dan zie ik gisteren... Het geeft gewoon aan van hoe breed en wijd gespreid die corruptie is. Het is in alle lagen, het is in alle ministeries kan je het terugvinden. Er wordt gewoon onderling samengewerkt. En dus het begint bij SBB, die blijkbaar dus ook geen waterdicht systeem heeft. Mm-hmm. Want overal in ons binnenland wordt er gekapt. We hebben maar 100 boswachters die voor SBB kunnen controleren. Nou, dat is veel te weinig voor zo'n groot land. Absoluut. Dus je gaat je gewoon afvragen van hoe is het mogelijk dus dat wij niet kunnen inzien, dat onze beleidsmakers en politici niet kunnen inzien dat dit systeem niet waterdicht is en dat het heel erg corruptiegevoelig is. Nou, je brengt het wel heel netjes, Erlang. Kijk, ik hou van korte haakjes, hè? Want dat zie ik... maar ik was nog niet uitgesproken. Nee, we komen er zo op terug. Maar ik zie bijvoorbeeld gisteren een president die zet op zijn Facebook van ja, ik heb 3 mensen van de douane opgesloten met mijn vliegende brigade. In welk land zie je nou zoiets belachelijks? Ik bedoel, als je nou dat hele... alles wat eraan verwant was, had opgepakt en opgesloten en voorgoed had gestopt, dan vind ik dat je zoiets op je Facebook mag plaatsen. Of zeg ik het verkeerd? Ja, en diezelfde president heeft tijdens een persconferentie ook duidelijk gemaakt van dat het bij de douane al jaren bekend is, dus dat er hout via de douane gesmokkeld is, maar dat men niet heeft opgetreden. Nou, dan is het jouw taak toch om deze mensen meteen eruit te schoppen. Als je met de harde hand wil regeren, en laten we dat ook zo stellen. Het is niet direct de harde hand, met de rechtvaardige hand. Met de rechtvaardige hand, maar toch ook met... Deze mensen moeten eruit, deze mensen verkrachten ons land. Ja, maar toch ook met de harde hand, Erlang, want... Ja, natuurlijk, uiteindelijk.
Natuurlijk is het met de aantrangajes. Deze mensen moeten aangeklaagd worden. Er moet onderzoek naar ze gesteld worden. Deze mensen moeten de gevangenis in, want ze stelen van ons land. Als je ze niet met de... Als dit in China zou gebeuren, hadden ze een lange kogel gekregen. Het is gewoon onbegrijpelijk. Mensen stelen van het land, ze stelen van het volk. Ze maken ons land alleen maar armer en armer. We worden bedelaars in de wereld. Het is onvoorstelbaar. En er zijn een paar van ze die zich verrijken. Echt een paar. En de rest zit nu gewoon te bedelen. En dan hebben we nog een president die doet alsof hij er tegen heeft opgetreden door een paar kleine boeven op te sluiten, terwijl de grote boeven naast hem lopen. Dat is gewoon overduidelijk. Ja, ik zie hem daar zitten in de parlementsvergaderingen en die oppositie die gaat zo tekeer alsof ze alles recht kunnen breien wat ze allemaal fout gebreid hebben. En die president zit ze maar aan te kijken. Dan denk ik van ja, wordt het niet tijd om je als een president te gedragen of je te laten zien dat ja, hoe moet ik het zien, Erlan? Ik geef je helemaal gelijk. President Santoki is... hij stelt heel veel mensen teleur. Als je die boeven niet... Zaken zou aanpakken, maar we zien gewoon van dat hij vaak op financieel beleid, op allerlei ministeries, gaat hij vaak met dezelfde mensen door. We worden nu... De overheid wordt ook weer gefinancierd door mensen als Chotelel, waarvan we weten van dat ze met allerlei corrupte handelingen bezig waren. Witwassen van geld. Met Kaluti, wat we laatst hebben gezien in het programma De Waarde van de Aarde, waarbij er diepgaand onderzoek is gedaan, internationaal, naar de handelingen van Kaluti. Het minbedrijf dat hier ons goud zou moeten inspecteren, zuiveren en exporteren. Dat bedrijf is van alle kanten al belicht als het witwassen van goud en van drugsgelden en noem maar op. Maar je zou het bedrijf... Het gaat gewoon door met deze gasten, deze boeven. Ja, want het is onvoorstelbaar. En dan willen ze geld krijgen van het IMF of van de diaspora in Nederland. Nou, ik denk niet dat de diaspora dat daarvan onderdeel wil maken. Erlan, even, want je zou het bedrijf bijna niet kwalijk kunnen nemen, want ze worden gefaciliteerd, toch? Ze krijgen toegang daar toch om dingen te doen? Welk corrupt bedrijf wil dat niet? Dat doen die multinationals ook. Zelfs die geweldige bedrijven hier, IAM Gold, Newmont en ook het voormalige Suralco, ze hebben ook gebruik gemaakt van die corruptie. Want ze kunnen er makkelijker vergunningen of concessies en noem maar op. Alles kunnen ze veel goedkoper krijgen natuurlijk als er corruptie in het land is. Dus ze voeden die corruptie dus ook. Het komt hun helemaal goed uit. Kijk bijvoorbeeld zo Alcoa, die is vertrokken. Ja, die heeft die Afubakadam dan overgedragen. Die heeft er zelfs heel veel geld voor gekregen. En... $110 miljoen moet Suriname nog ervoor gaan betalen. En terwijl ze tot 30 jaar toe nog verplicht waren om alles schoon te maken rondom de bauxiet bedrijven, noem maar op, en het bos weer in ere te herstellen en het milieu weer helpen te herstellen. Die ze daar vernietigd hebben. Omdat ze niet, het leek gewoon alsof ze Suriname niks kunnen, terwijl ze zich zwaar hebben verrijkt hier in de afgelopen 100 jaren. En dat laat onze regering toe. En onze regering heeft ze gewoon ook aangegeven van jullie hebben geen wanbeleid gepleegd hier in Suriname. We gaan netjes met jullie een nieuw verdrag sluiten dat jullie kunnen vertrekken. En we gaan ook nog een keertje 100 miljoen betalen voor ons eigen stuwmeer, voor ons eigen alles wat Suriname niet al heeft opgeofferd aan bossen en noem maar op. En ook milieu. Dat wordt totaal niet meegenomen in die afrekening met Alcoa. Dat is ongelooflijk, ongelooflijk triest. Ja, kijk, je hebt het wel over die honderden jaren geleden. En dat begrijp ik ook. Daar ben ik ook zeer nog steeds, ja, aan de andere kant. Ja, weet je, het is heel lang geleden. Maar Suriname is nu al langer als 45 jaar. Niet honderden jaren geleden. Ik heb het over afgelopen 100 jaar. Alcoa heeft in totaal vanaf 1916 tot 2015 hebben ze... zowat 100 jaar hier aan bauxietwinning gedaan. Dus het is recentelijk, het is niet 100 jaar geleden, je begreep me even verkeerd, nee. Het is de afgelopen 100 jaar. Ja, nee, dat snap ik, maar ik bedoel, ze waren nog zeker 30 jaar eigenlijk contractueel verplicht om alles in...
als ik het goed heb, 2033 of 2035, zoiets. Zijn ze nog, moesten ze nog hun contracten volhouden? En waren ze nog verplicht om werkgelegenheid en allerlei zaken te voorzien die ook in het belang waren van de Surinaamse staat? Maar we zagen okay, dus zeker nog zo'n hier alleen nog was om geld te verdienen via de het stuurmeer om elektriciteit te verkopen aan Suriname. Ja, dus je zegt geen activiteiten meer hier onder het mom van dat het te duur is om nog verder naar bauxiet te graven hier, terwijl ze veel goedkoper in landen als Jamaica en Brazilië aan bauxiet kunnen komen, waar ze blijkbaar voordeligere contracten hebben gesloten. Oké, okay, ja, ik zei net 30 jaar. Het is afgebouwd hier, niet omdat het niet kan, maar omdat het voor hun goedkoper is in Brazilië. Nee, ja, sorry. Maar ik begrijp je hoor, je bent opgefokt, Ellen. En, ik zei net 30 jaar, maar je zegt dus 11, 12 jaar ongeveer waren ze dat nog verplicht. Mm-hmm. Zouden ze alles nog in originele staat een beetje moeten terugbrengen. Hè? Ja. Voor het milieu moeten zorgen, maar dat hebben ze dan afgekocht door een of andere bonds misschien wat geld te geven. En dan zeggen, oké, we zijn er klaar mee, we trekken ons handen van terug. Maar je moet je voorstellen, bij het terugtrekken van de Suralco, de Alcoa eigenlijk, zijn er heel veel gronden dus vrijgekomen, concessies en noem maar op. Je kan je dus helemaal al inbeelden naar wie die gronden zijn gegaan. Allemaal mensen rondom en misschien zelfs van de voormalige president. Dus deze mensen waren al lang blij dus dat Alcoa zou vertrekken, want dan konden zij die gronden inpikken om aan goudwinning of aan houtkap of weet ik veel te kunnen doen. En nou weet ik dat jij daar heel vaak wandelt, hè? Door de vlakken, door de bossen, rondom alles. Wat constateer je een beetje tegenwoordig nog steeds? Nou, ik zei eerlijk gezegd, ik ben vooral de laatste tijd veel bezig met braamspunt, met de zeeschildpadden. Die ook, want Probios, mijn stichting, die houdt zich natuurlijk veel bezig met verschillende milieuproblemen hier. We zien natuurlijk dus dat er heel veel hout nog steeds wordt geëxporteerd. Dat hout, dat exportbeleid voor rondhout is nog steeds niet veranderd. Wat ook heel erg triest is natuurlijk, want het zet geen zoden aan de dijk voor Suriname aan inkomsten. Want als je grondstoffen, ik bedoel, dat leren kinderen op de lagere school al. Dat als je grondstoffen exporteert, dat je daar het minste eruit kunt halen. Je wordt gewoon uitgeknepen als land. We doen niet beter dan die voormalige bananenrepublieken, zoals ze vroeger werden genoemd. Maar ook Afrika doet het misschien nu zelfs beter dan Suriname. Dus het lijkt net alsof wij helemaal weg zijn gegleden. Ja, ik zou Afrika niet onderschatten. Dat ik ons zou, land gewoon leeggehaald wordt. Ik zou Afrika niet onderschatten, Ellen. Ja, nee, maar ik zeg, we zijn zelfs onder. We zijn zelfs. Ja, nee, klopt. Er gebeurt daar nog heel veel. Maar. Ja, ik. Ik denk dat we bijna op hetzelfde niveau zijn gekomen als Afrika. Ja, maar je hebt daar nog landen die ontzettend veel produceren en industrie hebben en heel veel goede economie en noem maar op. Ja, ja. Weet je, als je beleid. Het over het belangrijkste land daar hebt, voor grondstoffen, dat is Congo. Daar wordt natuurlijk zoveel mogelijk oorlog gestimuleerd van buitenuit. Verdeeldheid gezaaid, zodat multinationals en andere bedrijven daar goedkoop weg kunnen met al die kostbare grondstoffen. Van uranium tot kobalt. Tot noem maar op wat ze allemaal tegenwoordig nodig hebben om hun voor hun industriële ontwikkeling, die rijke landen dan. Hè? Voor die elektrische auto's onder andere. Op die manier goedkoop hun grondstoffen daar vandaan. Door oorlog daar te promoten. Even terug naar Suriname, Erlan. Zijn dus die 100 containers die zijn door de vlieger die brigade eigenlijk tegengehouden. Dus zeg maar. Onderschept, ja. Onderschept. Heb jij een idee wat er gaat gebeuren met dat hout? Nou, dat is dus allemaal heel erg. Kijk, het, wat er met het hout uiteindelijk gebeurt, zal me eerlijk gezegd een sier schelen, want het waren bomen. Ik had liever gehad dus dat men, als het nog bomen waren, dat men ze terug had geplant.
Ik bedoel dat men had voorkomen dat deze bomen gekapt waren. Maar ja, het is al die andere geruchten die laten het duidelijk blijken. Dus dat dit voorlopig nog lang niet zal stoppen. Dus dat men zaken in de doofpot wil stoppen. Dat een minister die waarschijnlijk tegen dat corrupte handelen was, dat die nu wordt weggewerkt. Dat ook de blijkbaar de. Ik heb ook het vermoeden dus dat ook de nieuwe directeur van SBB, de heer Bettersson, geen lang leven beschoren zal zijn. Want hij heeft ook duidelijk aangegeven dus dat hij die problemen bij SBB in die houtkap wil aanpakken. Dus het is de vraag van hoe lang hij daar nog zal zitten. Ik heb het ook al voorspeld bij een van de vorige directeuren, de heer Jerry Aken. Die ook met mij wilde kijken van hoe die problemen daar aan te pakken. En ik heb die man gezegd van ja, je gaat waarschijnlijk geen 6 maanden hier kunnen uithouden. Want je wordt omringd door haviken. Mensen die uit zijn op een extraatje voor persoonlijk gewin. Maar niet alleen dat. Het ergste is, ze hebben heel veel te verbergen. Dus als één dominosteen valt, dan gaat de rest dus ook. Dus, en die container dreigt dus die domino-rij om te laten vallen. Dus ze doen nu van alles om die eerste dominosteen tegen te houden. Door de minister en waarschijnlijk straks ook de nieuwe SBB-directeur in een kwaad daglicht te stellen. En ze dus te betichten van corrupte handelingen. Zoals ze nu bij minister Pocky doen. Ik heb dus documenten ontvangen waaruit zou blijken dus dat zij concessies zou hebben getekend op 20 november vorig jaar. Nou, ik zie geen coördinaten binnen die papieren. En ten tweede ben ik op de hoogte dus dat soort heel Suriname, vooral in het noorden, al in concessies uitgegeven. En er wordt gesproken dat ze in totaal iets van 300.000 hectare aan concessies heeft uitgegeven. En ik vind dat vreemd, want ik bedoel, aan wie heeft ze dat dan uitgegeven? Want er zijn geen concessies meer om uit te geven. Dus ik zet daar dus mijn vraagtekens bij. Ik kan het niet hard maken, maar ik zeg wel van, waarschijnlijk wordt ze weggewerkt omdat zij de belangen van de partij, van de vicepresident en andere persoonlijke belangen niet wil dienen. En zij heeft zich dus haar voeten in het zand gezet. Dus zij moet vertrekken. Net zoals eerdere ministers die een obstakel waren voor de corruptie. Weet je wat zo? Is dat de president, die zelfs ooit bij justitie als minister heeft gewerkt. Ja. In het kabinet van de heer Venetiaan. Dat die weet dus wat voor illegaliteiten en noem maar op. Via Interpol, via allerlei internationale crime-bestrijdende organisaties waar hij ook onderdeel van was. Dat hij niet inziet dus dat hij wordt gebruikt. En misschien ziet hij het wel in, maar hij kan niet anders. Ja, maar dus, als hij niet anders kan, Erlan, dan als je een rechtgeaarde... je zegt het zelf, hij was minister van Justitie. En als je rechtgeaard bent en een politieman in hart en nieren en je kan niet optreden, wat moet je dan doen, Erlan? Nou, iedereen heeft dus het vermoeden dus dat men de president bij zijn ballen heeft. Als ik het even zo hard mag uitdrukken. Ja, maar dat zeg ik net. Als je rechtgeaard bent en je bent bij de ballen genomen. Dan moet je het maar weggeven. Zeg je, maar bekijk het maar hier, zoek het maar uit. En ja. Vermoorden jullie elkaar, plunderen jullie alles maar leeg en zoek het maar uit. Ja, dat zou je kunnen denken en... Maar het is triest dus dat hij vasthoudt aan die machtpositie. Dat hij niet inziet van oké, hij is niet bij macht om dit aan te pakken. En dat hij moet bedanken, want in mijn ogen moet hij bedanken. Maar het zou nog mooier zijn geweest als hij vervroegde verkiezingen zou uitschrijven. Het is ja, maar wie moet het dan gaan oplossen, Erlan? Heb je een beetje een idee? Jij zit daar. Ja, dat is dus een hele goede vraag. Ik denk dus dat de eerste, de beste politieke partij die hier dus internationale rechtshulp, financiële hulp vanaf het begin introduceert en daarbij ook inzage geeft in al die misstanden, dus al die doofpotten die hier in Suriname zijn, dat die waarschijnlijk de meest rechtgeaarde president zal kunnen worden voor Suriname. Zijn er nog dus zulke mensen in Suriname, Ellen? De ballen heeft om die problemen aan te pakken.
Zijn er nog en zulke mensen... Ik zie niet in dat de huidige president dat heeft. Mijn vraag is, zijn er nog zulke mensen in Suriname, Erlan? Ik ken een zekere Angelique del Castillo, die hele harde taal spreekt. En die zich ook wil uit, die constant bezig is met de corruptie. Dus... Ja, maar met heel veel respect. Maar president worden. Heel veel respect voor mevrouw Del Castillo. Ik heb haar ook wel eens gesproken en ik vind haar een hele goede dame, absoluut. Maar ze krijgt geen stemmen. Ze krijgt geen stemmen. En dat is dus het typische. Ik bedoel, ik heb het ook gezien van hoe is het stemgedrag van de mensen? Stemmen ze omdat mensen integer en oprecht zijn? Of stemmen ze omdat ze een tjoeko kunnen krijgen. Of omdat ze omdat ze mee kunnen eten. Dus ik heb... want er is hier een soort cultuur... vanuit de leiding van het land. En je ziet het in alle lagen. Dat als ik mee eet... Als ik eet... Dan kunnen jullie mee eten. Dus dan kan mijn personeel mee eten. Daarmee maken ze dus eigenlijk de rest ook onderdeel van het probleem. En de gemiddelde Surinamer blijkt dus vrij goedkoop te zijn. Want ik geef je een voorbeeld, Ray. Hi. Ik kwam een keertje bij mijn oom op Saramaka. En het was in die periode dus dat ik met Stinazi flink in de clinch zat. Mm-hmm. Want mijn eigen regering had toen een vergunning gegeven aan Brunswijk... En dat ministerie waar ik onder werkte, dat viel onder de Partijen Lahoer. Ik werkte voor Stenazie en ik kreeg een dolk in mijn rug. Doordat mijn eigen regering dus een vergunning had uitgegeven in ons natuurpark Bronsberg. Waar Stenazie dus de manager van is. En ik was juist op dat moment was ik bezig met de politie om die illegale goudzoekers daar weg te krijgen. En ik kom een vergunning van Brunswijk tegen die nauwelijks. Dat heb je me vorige keer verteld, ja. En ik kom bij mijn oom langs en ik zie een grote partijvlag van de Partijen Lahoer in zijn tuin hangen. Dus ik moest bijna walgen dat ik die vlag daar in zijn tuin zag. En ik vraag mijn oom van, hey oom George Samsa, hoe komt het dat jullie die vlag van deze corrupte landrover in jullie tuin hebben? Ja, het blijkt dus dat ze uien en levensmiddelen hebben gekregen. En daarvoor mag die partijvlag in hun tuin hangen. Nee, wat, weet je wat... Je kan het je niet voorstellen hoe goedkoop de gemiddelde Surinamer is. Het spijt me dat ik zo over mijn landgenoten moet praten. Maar we hebben niet het lange termijn inzicht dat wij op deze manier nooit verder zullen komen. Nee, weet je wat me opviel gisteren? Want dan kijk ik naar de Facebook van de president en die zegt van ja, ik heb met mijn vliegende brigade heb ik een paar mensen bij de douane. Maar ik bedoel, die mensen vallen toch onder jou? Ja. Maar je hebt daarmee het probleem nog niet opgelost. Ze weten het al heel lang. Maar ja, blijkbaar moeten ze mensen zogenaamd op heterdaad betrappen. Het doet me denken aan enkele maanden terug, in maart. Dat, je weet, ik heb je net verteld, ik ben op Brandspunt bezig. We hebben een schoonmaakactie daar gehouden. Maar ik ben ook bezig om die stroperij daar in beeld te brengen. Dus ik ben soms stiekem daar in de nacht ben ik aan het filmen. En ik heb al stropers in beeld gebracht. En nog erger, we hebben jachtopzieners zelfs in beeld gebracht die daar aan het stropen zijn. En dus dat was het meest pijnlijke van mij, omdat ik deze jongens heb gekend. Maar wat gebeurt er daarna ook nog een keertje? Dus dat er Nederlandse zeilers die toevallig aan het wandelen waren op Braamspunt. Ja. Die hebben dus, die toevallig ook het contact met mij hebben en die weten waarmee ik bezig ben. Die hebben dus stropers op heterdaad betrapt. Ze waren aan het graven, ze hadden eieren bij zich. Een zak met, iets van 1200 eieren. En er was nog een zak die ze niet hebben weten te bemachtigen. Een paar van die stropers zijn met die zak weggerend. En we gaan op een gegeven moment halen we de politie erbij. Er zijn foto's, alles is er. En de politie of justitie komt zeggen van ja, het is niet genoeg bewijs. Ze hadden die zak niet in hun handen. Of ze hebben zoiets van Sama is ik klets aan de XIO. Je bedoelt Sama ik klets voor verveerde stroper. Juist. Snap je? Het is toch een beetje die mentaliteit. Is toch een beetje die mentaliteit zo van. Moreel verval. Juist, dat bedoel ik. Dat de politie niet inziet dat dit haar taak is om op te treden. En nu wordt ons verteld dat pas als
die stropers die eieren of die zak in hun hand hebben, dat ze dan pas schuldig zijn. Terwijl er duidelijk is gezien dat zij die zak in hun hand hadden. Maar omdat daar geen foto's van zijn, dan zegt de politie, dus oké, niet genoeg bewijs. Dus volgende zaak. Weet je, het is ongelooflijk. Je brengt je leven in gevaar. Je geeft zaken aan als goede burger. En de politie gaat ermee om alsof het, het is niet voldoende. En volgende zaak. Nee, ik begrijp het helemaal. En het actuele... Het is frustrerend. Ja. Frustrerend. Het actuele wil ik ook met je in de gaten houden. Dus laten we vooral contact houden over wat er gaat gebeuren. En wat er gaat gebeuren in die zaak van die 100 containers. Ja. Ik gisteren naar het journaal. En Suriname vraagt om hulp. Als het gaat om corona, hoe is de situatie momenteel, Suriname, Erlan? Nou, ik je toch aan de lijn heb. Ik heb het al aangegeven en het is bekend. Suriname is op dit ogenblik een bedelaarsland geworden. Dus we hebben we hebben enkele maanden... Ik heb het even over de coronasituatie. De coronasituatie. Is het echt zo nijpend momenteel in Suriname? Wat kan je erover vertellen? De ICU's zitten bijna chockvol. We hebben 30 ICU-plaatsen, dacht ik. En daarvan zijn nu 26 bezet. We hebben helaas alle drie varianten, de Zuid-Afrikaanse, de Braziliaanse, Manaus en de Britse variant hebben we hier. Dus die zijn vrij besmettelijk. Het gaat nog niet om grote besmettingen, maar die kunnen we ook niet hebben, want wij hebben geen ziekenzorg die dat zou aankunnen. En heb je ook een idee hoe al die varianten daar terechtkomen? Nou, onze grenzen zijn hartstikke open. Ik bedoel, kort geleden hebben we nog moeten meemaken. Dus dat er vluchten vanuit Brazilië hier nog gewoon op en neer gingen. Door gecharterde vliegtuigen. Haitianen zijn, ondanks dus de coronamaatregelen, dat er geen vluchten, dat ons luchtruim is gesloten. Blijken er Haitianen op en neer te vliegen. Nou ja, vooral richting Suriname. Of via Suriname naar Frans-Guyana te vertrekken. Dus er zijn overal corrupte handelingen in ons land. Waarvan je afvraagt van hoe is het mogelijk. En dan worden zulke zaken dus in de DNA aan de kaak gesteld. En dan gaat er een minister, wel terecht overigens, gaat hij zeggen van ja, dit gebeurde onder de vorige regering dus ook. Dat geeft jou niet het recht om dit nu ook toe te laten. Dus je staat totaal helemaal verbijsterd. Zit je naar de televisie te kijken hoe een minister een opsomming maakt, terecht aan de ene kant, over het aantal Haitianen dat Suriname binnen is gekomen in de afgelopen 6 jaar, geloof ik. Iets van 32.000 Haitianen, waarvan 10.000 maar terug zijn gegaan. Dus de rest is hier of is doorgereisd naar Frans-Guyana. Frans-Guyana heeft onlangs zijn beklag gedaan bij de regering. Dus dat er heel veel Haitianen illegaal de grens oversteken om zich te vestigen in Frans-Guyana. En toen pas is men hier dat zaakje gaan aanpakken. Toen pas heeft de president aangegeven, ja, er zijn inderdaad vluchten en het gaat gestopt worden. En het blijkt dus dat het gaat om een persoon die de partij, de VHP, dus heeft gefinancierd. Die gecharterde vluchten heeft uitgevoerd. Dus het, van alle kanten is er corruptie in het land. Hoe weet je dat zo zeker? Dat de president dat ooit zou kunnen aanpakken als hij al met zijn klauwen, sorry, met alle respect voor mijn president, ja, maar hij zit tot zijn klauwen in die rommel. Wauw. Maar dan verschijnt er hier op het journaal een bericht van, ja, maar Suriname wil... Maar ik heb ook het idee dat mensen zich daar niet heel graag willen laten vaccineren, want ik volg het nieuws een beetje en er wordt heel weinig aan gedaan om de mensen bewust te maken. Zeggen, de besmettingsdruk is op dit ogenblik relatief laag. De ICU's zitten wel vol en het gaat om inderdaad de ernstige vormen van corona, COVID. Zoals ik al net heb gezegd. Dus er is bij veel mensen de twijfel van, moet ik het wel doen? Is dat AstraZeneca waar het een en ander over wordt verteld, is het wel veilig? Dus er zijn heel veel berichten.
Ik zit veilig in mijn huis. Ik ga ook alleen maar naar buiten als het nodig is. Ik wil geen onnodige risico's nemen om besmet te raken. Ik ga ook met mijn masker op. Ik was tijdig mijn handen. Ik ben niet overdreven bezig, maar je beseft je wel van dat we in een situatie leven. Dus als ik in de winkel ga, kan de persoon naast mij besmet zijn. Dus ik denk dat als mensen zich aan de regels houden, dan zouden we eigenlijk makkelijk van het probleem kunnen afkomen. Maar het probleem is, vele mensen houden zich niet aan de regels. Die zijn gewoon aan het feesten, die zijn gewoon op en neer aan het reizen. En er wordt niet genoeg gemonitord door de politie en noem maar op. Er is wel een avondklok, maar ja, de meeste besmettingen vinden gewoon plaats buiten die avondklok natuurlijk. Ik bedoel, het is als mensen gewoon naar hun werk kunnen gaan, alles gewoon kunnen doen, dan is dat ook geen waterdicht systeem. Ik kan me voorstellen, de economie moet doordraaien. En dus dat er wel een manier moet worden gevonden om zoveel mogelijk dat risico te verkleinen op extra besmettingen. Maar door het weekend een lockdown toe te passen, en ondertussen mogen die goudzoekers en die stropers wel vrij de legstranden leegroven of de goudvelden betreden en heel veel illegaliteiten op Bronsberg hebben. En ik bedoel, we zijn ook in Lawa geweest waarbij mensen gewoon op en neer reizen van huis naar hun goudvelden. En ja, zolang jij dat soort zaken niet gaat aanpakken, is het eigenlijk dweilen met de kraan open hier in de stad. Want die mensen komen ook naar de stad toe. Oké, okay, denk jij... lockdown is. Denk jij dus je kan je gewoon niet voorstellen dat men met een beleid bezig is. En ik zou je eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal tegen die lockdown. Maar voer het dan wel goed uit. Want de goeie, die moeten lijden onder het feit dat anderen dus zich niet houden aan de regels. Ja, is meten met twee maten. Dus meten met twee maten. En het is overduidelijk dus dat de illegaliteit hiervan profiteert. Die illegale houtkap, de goudwinning en noem maar op. Want hoe minder mensen in het veld of in het bos of noem maar op, hoe makkelijker deze mensen in anonimiteit kunnen werken. Denk jij dat al die onderwerpen die wij net besproken hebben, dat ze nog overnight opgelost gaan worden, Erlan? Wat voor hoop geef je? Wat voor hoop heb je? Of wat zou je willen? Of hoe zie je het? De enige hoop die ik heb is dus dat de president dusdanig gaat inzien dat het IMF geen andere keuze, er is geen andere keuze dan het IMF. En als hij aan de regels van het IMF het geld gaat krijgen om Suriname weer op de rails te krijgen. Nou ja, maar Erlan, hou even vast. Dan kan ik een beetje hoop krijgen. Hou even vast, Erlan. Ik begrijp je enthousiasme, maar jij bent geen econoom, maar ik ben geen econoom, maar IMF, dat is eigenlijk maar een beetje om de kassenreserve weer een beetje redelijk te krijgen, om dat kastekort wat in de centrale bank is. Ja, maar gaan het geld niet zomaar geven natuurlijk. Nee, er zijn voorwaarden aan verbonden. Dat wordt aangepakt. Juist. Dat is voor mij het belangrijkste. Dus ja, jij denkt dat het IMF, want het IMF gaat zeggen, ja, je moet subsidies afbouwen, je moet ambtenaren overtollig, moet je... Ja, dat zijn dus die pijnpunten. Dat zijn die hele pijnpunten. En ik leef ook mee met, want ik bedoel, mijn familie deed jou toe. Ik ben ook hier. Ik moet ook mijn rekeningen betalen en zo. Ik ga ook extra betalen straks voor benzine, voor stroom, voor water en noem maar op. En ik moet het ook doen van hetgeen wat ik krijg, weet je. Dus het is niet dat ik daarop zit te wachten. Maar als wij daarmee die corruptie kunnen aanpakken, dan kunnen we tenminste beginnen om de wortel van het probleem echt aan te pakken. Want daar begint het allemaal mee. Dus jij zegt, ik wil best inleveren nog. Ik wil best meedenken. Maar het beleid moet wel al die corruptie en die boeven en... Dat gerommel en dat gepluk en dat geroof, dat moet ophouden. Dat is het belangrijkste. Alleen op die manier zouden we ons land... Dus al is onze economie nog niet ideaal, maar dan is er wel de basis om goed beleid te gaan vormen.
Snap je? Dat, waardoor wij een duurzame ontwikkeling echt kunnen nastreven. Waarbij we echt inkomsten kunnen halen uit onze goudwinning, uit onze olie, uit onze houtkap. Zonder dus dat we aan het roofbouwen zijn. Zonder dus dat we aan het stelen zijn van het land, van het volk. En dat is dus jouw boodschap naar de regering, de huidige zittende regering? Nou, ik ben niet de enige. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die die boodschap ook naar de regering hebben. En ik denk dat de regering dat ook wel weet. Alleen, zij moeten zich kunnen losrukken van die corruptie. Van die chantage binnen hun partijen, binnen hun regering, binnen hun... En zolang dat niet kan, zolang wij mensen hebben als meneer Brunswijk... die hier op een of andere manier denken dat het land van hun is... en hij is niet de enige, hij is een van de velen... Dan kunnen we het vergeten dat dit land ooit vooruit gaat kunnen komen. Dat is wel heel triest en om zo te constateren. En ook als ik kijk naar hoeveel jaren jij jezelf wel niet inzet... om te proberen te voorkomen dat alles zo legeroofd wordt, Ellen. Ja, het enige wat ik nu nog kan doen is het zichtbaar maken van die problemen. En helaas zijn heel veel van mijn voorspellingen uitgekomen... Ook het, moet ik je nageven, ja. Het crimineel worden van ons leger, het verlies van integriteit, het feit van dat onze militairen op goudvelden van allerlei boeven aan het bewaken zijn en waarschijnlijk ook nog hun tjoekoes ontvangen. Ja, dat is het gaat door en de minister heeft wel beloofd van dat ze dat gaat aanpakken, maar ze heeft pas de legerleiding vervangen. Dus dat is op zich een goede ontwikkeling. Maar ik ben nog benieuwd van hoe sterk zij staat. Want als haar president, haar baas, heel erg discutabele dingen doet... dan kan ik me afvragen in hoeverre mevrouw Matura nog haar werk gaat kunnen doen. Datzelfde kunnen we nu al zien met mevrouw Pocky... die blijkbaar haar werk integer wilde doen. Maar die wordt nu... vervangen door diezelfde president die haar daar heeft gezet om een integer beleid te voeren. En dat is triest en de kans is groot dat mevrouw Matura ook die 5 jaren niet uit gaat zitten. Nou, is goed. Ik heb een beetje een overzicht, Erlan. We hebben afgesproken dat we elkaar op korte termijnen gaan bellen. Dus ik heb gelijk contact met je opgenomen. Dit is een beetje nu de stand van zaken. En laten we vooral afspreken dat ik van je hoor en dat je ons op de hoogte houdt. Want ik heb je nou benoemd ook dat... mensen kunnen ook altijd... correspondent, naar toch? En naar mijn website natuurlijk, www.probios.org. Ja, graag. Er staat heel veel, ook op onze YouTube-kanaal. En natuurlijk, we zijn heel vaak in de media, dus blijf ons volgen, zou ik zeggen. En de mensen kunnen je ook steunen. Erlan, kan je nog heel even het kort vertellen wat je precies doet voor mensen die naar aanleiding van het nieuws van gisteren... Het is heel lang. Natuurlijk proberen wij de criminaliteit in ons milieu aan te pakken. We zijn ook met projecten bezig, zoals voor de zeeschildpadden, om daar brandpunten... onze legstranden schoon te maken. We hebben wat kleine donaties gekregen. Maar we strijden ook tegen die stropers. We hebben pas een team opgericht zonder fondsen. Hè? Dus we hebben nog geen fondsen. We proberen wel te kijken vanuit de gemeenschap om ons te helpen met donaties. We hebben een team opgericht. Het heet Probios Sea Turtle Watch. Waarbij wij de legstranden willen gaan beschermen. We hebben dus, want we weten dat natuurbeheer haar werk niet naar behoren doet. Dat zien we jaar in jaar uit. Dus wij vinden van het moet genoeg zijn. Het is genoeg geweest. Als de overheid dat niet kan, dan gaan wij dat zelf in handen nemen. Maar natuurlijk, we hebben wel wat middelen nodig. Ja. En we hebben vooral ook apparatuur nodig, zoals nachtkijkers, drones die in de nacht ons kunnen helpen om de legstranden te patrouilleren. Maar we zijn ook bezig bijvoorbeeld momenteel zijn we ook een beetje met stenatie bezig met een nieuwe directeur. We kijken de kat nog uit de boom. Maar we willen wel met hun ook projecten gaan bekijken om bijvoorbeeld op Bronsberg weer de bossen te gaan herstellen. Maar dan zullen ze eerst dus ervoor moeten zorgen dus dat die goudzoekers daar weg zijn, die illegale goudzoekers. Okay. Dus dat is voor ons Probios is dat een hele sterke voorwaarde om samen te werken.
Want ja, anders zijn wij straks ook onderdeel van het probleem als wij met zulke organisaties en stichtingen gaan samenwerken die niks doen tegen die illegaliteit, tegen die corruptie en noem maar op. Dus, als er mensen zijn die zitten te luisteren en die hebben zoiets van willen Erlan steunen en het team, hoe doen ze dat, Erlan? Ze kunnen naar onze website gaan, probios.org, www.probios.org. Ze kunnen ook naar mijn Facebook gaan, er zijn allerlei verwijzingen ook naar de stichting toe. Via de website kunnen ze naar de pagina gaan om te kijken van hoe kunnen ze doneren. Mensen kunnen ook persoonlijk contact met mij opnemen via mijn e-mailadres erlan@probios.org. Dus alles is mogelijk. Nou, ik zou zeggen, volg Erlan, hou hem in de gaten. We hebben de gemeenschap nodig en we krijgen al wat hulp, maar we hebben nog veel meer nodig om dit probleem aan te pakken. Probios is de enige op dit ogenblik met mij als woordvoerder die dit soort zaken echt duidelijk naar buiten brengt. We proberen constant met de vinger op de met de vinger op de pols de zaken aan te houden en ik bedoel bloot te geven ook naar buiten toe. We stoppen niks in de doofpot, dat is ons beleid totaal niet. Dus we willen zoveel mogelijk de gemeenschap op de hoogte houden. Maar we willen ook graag dus dat wij onze projecten kunnen gaan uitvoeren om onze natuur te gaan beschermen. En daarbij hebben we de gemeenschap nodig. Zo eenvoudig is dat. Ja, en via Stavaste bereik je het grote publiek. Dus dat is dan natuurlijk ook... Ik vind jullie fantastisch. Ray, je bent voor mij ook een held hoor. Want zonder de media kunnen wij dit niet. Nee, maar dat doen we het voor Oelop Saranakondre. En het is triest als je het helemaal zo bekijkt. En er zijn... Het lijkt soms alsof Surinamers niet van hun land houden. Nee. Nou, ik heb een hele schare aan vrijwilligers nu achter mij die anytime klaarstaat om schoonmaakacties, patrouilles op het Transpunt en noem maar op te gaan houden. Die ons steunen. En het zijn zelfs Surinamers die ons financieel ook ondersteunen. Maar nogmaals, het is niet genoeg. We hebben echt veel, veel meer nodig om ons werk goed te kunnen doen. Dat wij echt als een Surinaamse stichting, een organisatie die milieubeweging op gang kunnen brengen. Dat mensen bewuster worden, want ook daar willen we aan gaan werken. We willen graag zo'n milieubus ook een keertje beginnen te installeren. Waarbij we dan door het land kunnen gaan met educatieve projecten. Ook met onderzoek, want de meneer met wie je hier, die hier zit te praten, die is ook wetenschapper. Bioloog, biochemicus. Er komt toch dus er we komt ook toch graag helpen om, om onderzoek te doen bij lokale gemeenschappen. Maar er komt toch een Sorry, ja. Erlan. Maar er komt toch een waterstofproject daar zo met heel veel waterstofbussen en zo. Ach, Ray. Hadden we vorige keer nog erover gesproken? Ja. Ja, nou, ik kan daar geen geloof in hebben. Het klinkt veel te mooi om waar te zijn. Ik heb het hele project bekeken. We hebben het berekeningen gemaakt. We hebben ook gekeken naar de uitvoerders, het bedrijf. Ik ben even de naam kwijt. Maar zij blijken totaal geen credibility achter zich te hebben. Geloofwaardigheid in de vorm van hun eerdere projecten. Ze hebben helemaal nog niks uitgevoerd. Ze hebben een project in Ghana op papier staan waar ze ook voor op geld op zoek zijn. Oh. Ze komen hier met een bedrag van 1,2 miljard, dacht ik, om hier te komen investeren terwijl er geen geld is. Ze hebben wel grond gekregen op een of andere manier. 200 hectare, als ik me goed heb. Maar ze willen hier stroom gaan produceren. 720 megawatt, als ik het goed heb. Dat is 4 tot 5 keer de hoeveelheid stroom die het Stuwmeer opwekt, de Afobakadam. Ja, oké. Erlan, dat is ongelooflijk veel stroom. Als je dat wil gaan opwekken met zonnepanelen en windenergie, dan heb je aan 200 hectare echt niet genoeg. Voor om stroom op te wekken met zonnepanelen, dan moet je 28 vierkante kilometer nodig hebben. Nee, dat is 28.000 vierkante hectare. Dat zei je vorige keer. 28.000 hectare. Dat zei je vorige keer, Erlan. En om af te sluiten, denk je dat het project
nog komt? Nee. Ik denk dat het een dekmantel is om aan fondsen te komen, om aan geld te komen. En het geld, het laat zich raden waar het geld vandaan komt, om geld wit te wassen. Oké, hou vast. Ik denk dat het gewoon een project is. En dat, ik heb het met meerdere mensen hier besproken. En mijn ogen zijn ook open gegaan. Het wordt heel mooi uitgelegd door bepaalde mensen. Een zekere Kenneth Sekoel heeft mij dat ook heel mooi uitgelegd. Dus er worden zogenaamd fondsen opgericht. En er wordt geld ingestopt. En het geld wordt gebruikt om het witte... Dat blijkt uit de drugswereld of waar dan ook vandaan te kunnen komen. God. En op die manier zijn dus criminelen dus geld aan het pompen. Zogenaamd in de economie van Suriname. Dat geld wordt weer afgeroomd voor misschien het... Dat was de bedoeling, en dat is de bedoeling ook geweest altijd bij die vorige regering, om zogenaamde financieringsprojecten van de overheid te financieren. Hoe hard kan je dat maken, Ellen? Het is logica. Ik ga uit van logica. Dat bedrijf heeft totaal geen bestaansrecht hier. Het kan niet uitgevoerd worden op de manier zoals het is gepresenteerd. Ten tweede is het ook niet milieuvriendelijk, want Suriname is duizenden kilometers van Europa waar die waterstof voor wordt geproduceerd. Dus je gaat smerige dieselschepen nodig hebben om die waterstof naartoe te moeten te brengen. Die 200 hectare is bij lange na niet genoeg om die hoeveelheid stroom op te wekken willen opwekken. Ik heb om een die beeld. Waterstof te produceren. Ik heb een dus beeld. Er is geen haalbaarheidsstudie gedaan. Dat bedrijf heeft geen geld. Dus van alle kanten kan ik dat gewoon door logisch denken beredeneren. Ontkracht eigenlijk. Oké, okay. Is goed. Ellen, we houden het vast. We hebben weer contact heel binnenkort. Laten we afsluiten met de slogan: je houdt niet van Suriname. Als je een I love Sue shirt draagt, maar je gooit alle petflessen in de gutter. Ja, en nog veel meer andere dingen. Als je ons land laat leegroven. Aboom. Als je medeplichtig bent en je kijkt de andere kant op. Dan ben je ook niet, dan hou je ook niet van je land. Dan ben je ook geen rechtgeaarde Suriname. Dankjewel, Ellen Sleur. Tot de volgende keer. We houden contact. Geweldig. Dankjewel. Ja, aboom. Oké. Okay. Doei. Mensen, dat was Ellen Sleur. En we spreken hem binnenkort weer. Het is nogal spannend, de situatie. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.